Maandenlang is er gebouwd aan de skif van het Willem van Oranje College uit Wijk en Aalburg. Daarmee gaan ze varen vanaf het Duitse Altena naar de gemeente Altena. Donderdag 30 mei vertrok de karavaan richting Duitsland. Nou, verwachting is dat we hier weer over een weekje weer thuis zijn. Roeiend vanuit Duitsland. Dus vandaag gaan we naar Dillenburg allereerst en dan gaan we de boot dopen. Ze vinden het wel heel leuk. Ze zijn er klaar voor om te gaan. Wij van Mossel hebben een bus mogen leveren aan de Willem van Oranje College. We willen daar maatschappelijk iets aantonen dat we het heel belangrijk vinden dat de leerlingen zo'n mooie doel nastreven. Ik vind het een hele fantastische onderneming voor de jongens. We gaan er ook vooral tegenaan. We hebben hard getraind, dus het gaat goed komen. Vooral gewoon, lijkt me leuk. Ik heb heel veel plezier beleefd om met deze jongens te bouwen. En ik moet zeggen, we waren verder vaklui dan ik dacht. En dat is, doet me deugd om het zo te noemen, hè, dat je toch weer in de toekomst weer een goede vaklui hebt. Alles gereed? Ja, we zullen vast wel iets vergeten zijn, maar dat zien we dan wel. Dan doen we het daarmee. En ruim 300 kilometer verder komt de skif aan in Dillenburg, waar de doop van de boot plaatsvindt. Zo'n trompet erbij en het Wilhelmus en zo'n folklorisch kledinggedacht, militairen. En de burgemeester natuurlijk, dat hadden we eigenlijk ook niet op gerekend. Het is toch wel mooi dat die heer Lotz er ook was. Beetje trots? Ja, dat zeker. Ja we hebben die boot met z'n drieën gebouwd natuurlijk en een ervaren man, dus ja. Dat is wel leuk. Vandaag de boot gedoopt, was leuk. Na het officiële gedeelte kreeg iedereen nog een rondleiding door het slot en de kazemat. De naamgever van de boot, Willem van Oranje, werd in 1533 op deze plaats geboren. Dit was de eerste dag van het avontuur. Op dag 2 staat onder andere de proloog met burgemeester Frenzel en de ontmoeting met de burgemeester van Altena in Duitsland op het programma.